Um, waar ik deze week was. En uh, daar wil ik u maar gewoon iets over vertellen. Want afgelopen dinsdag was ik in Nijmegen. En in Nijmegen, daar staat de Stevenskerk. Misschien hebt u daar wel eens van gehoord. Um, en omdat ik daar toch was... Ja, dat heb je dan. Hè, dan wil je graag even binnenkijken. Dus ik ben daar ook even in geweest. En er was een, bij de, er was een hele enthousiaste gids... die heeft ons daar rondgeleid. Echt... Een geweldige kerel, wat had een, wat die man een kennis zeg? Ongelooflijk, hij had de geschiedenis bestudeerd, maar hij wist heel veel. Hij was een van de honderd vrijwilligers. Hij was niet betaald of zo. Hij deed dat allemaal vrijwillig. Maar wat een passie spatte naar uit die man en hij wist zoveel te vertellen over de geschiedenis van dat gebouw en over de geschiedenis van de kerk en de vaderlandse geschiedenis en wat voor geschiedenis dan ook. Hij wist een heleboel te vertellen. En hij vertelde hoe tijdens verschillende oorlogen deze kerk zwaar beschadigd is geraakt. Maar, iedere keer weer is de kerk herbouwd. De fundamenten bleven, maar de muren werden steeds weer opnieuw opgebouwd. Op dit moment, toen ik daar was van de week, toen stond de Stevenskerk weer helemaal in de stijgers. Oh, grappig om te zien, een kerk die in de stijgers staat. Ja, je begrijpt natuurlijk dan, ook al ben ik even een paar dagen weg, dan gaat er toch weer allerlei gedachten in mijn hoofd komen over de kerk. Hij stond in de stijgers. En het mooie was dat aan de ene kant van dat gebouw, er waren archeologen bezig om de geschiedenis bloot te leggen, om te onderzoeken wat de geschiedenis van het gebouw was. En aan de andere kant werden allerlei nieuwe bouwmaterialen aangevoerd. Daar werden muren weer verder opgebouwd, er werd restauratiewerk gedaan. Daar werd de kerk weer helemaal gereed gemaakt voor de komende honderd jaar. En dat beeld dat heeft me eigenlijk wel aan het denken gezet. De kerk van vandaag. Die is gebouwd op het fundament van het verleden. Van Gods handelen in het verleden. De geschiedenis van God met deze mensheid. Daarop wordt de kerk van vandaag gebouwd. De kerk van vandaag is geen nieuwe vondst. We vinden het wiel niet opnieuw uit. We hebben niet ineens een nieuw model bedacht. Maar de kerk van vandaag bevindt zich op het fundament van het verleden. Op dat oude fundament. Van de profeten en van de apostelen. Op dat fundament van het handelen van God in de geschiedenis krijgen u en ik en jij de opdracht om de kerk van vandaag te bouwen voor een komende generatie. En daarbij besef ik ook welk enorm voorrecht het is dat God jou en mij uitkiest om mee te werken aan zijn bouwproject met de kerk van vandaag. En ik moest aan dit beeld denken toen ik de woorden las in Efeze 2, vers 19 tot 22, waar de apostel Paulus het zo zegt: Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heeren. Op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de Geest. Wat bedoelt Paulus daar precies? Wat bedoelt hij met vreemdelingen en bijwoners? Als je naar de wereld rond je heen kijkt, dan zie je dat er, dat, en vooral ook in deze tijd zie je de polarisatie steeds sterker worden. Deze wereld wordt gekenmerkt door groepen die tegen elkaar opstaan. Door bevolkingsgroepen, culturen, door mensen die tegen elkaar opstaan. Maar dat is niet nieuw. Dat is eigenlijk al in de geschiedenis van de mensheid steeds zichtbaar geweest. Groepen, mensen die tegen elkaar opstonden. Dat begon al helemaal in het begin toen de eerste kinderen van Adam en Eva tegen elkaar opstonden en Kaïn sloeg Abel dood. Daar zie je al de vijandschap in een kleine gemeenschap. En je ziet de gevolgen van haat en van bitterheid en van jaloezie en van, van de zonde, van het kwaad. En sinds de zonde zijn intrede gedaan heeft in deze wereld, is het voor heel wat mensen moeilijk om samen te leven in gemeenschap, want ik zelf sta in het middelpunt. In de tijd van Paulus stond er een grote muur tussen de gelovige Jood en de Griekse heiden. Dat waren twee gescheiden bevolkingsgroepen. En tegen die achtergrond zegt Paulus, Hij, Jezus, is onze vrede. Ik denk dat er pas werkelijk echt gemeenschap, echt een samenleving, echt verbinding tussen mensen kan ontstaan in deze wereld door Jezus. Hij is de vredevorst, door God naar deze wereld gestuurd en hij brengt mensen bij elkaar in een nieuwe gemeenschap. Hij zegt Paulus Jezus is onze vrede die beiden één gemaakt heeft en door de tussenmuur die scheiding maakt af te breken. Hoe maakt Jezus dan die vrede? Door muren af te breken. Wij zijn heel goed in muren omhoog te trekken. Maar Jezus kwam om muren naar beneden te halen. Muren tussen God en mensen. Muren tussen mensen onderling. Muren tussen diegene waar jij maar heel slecht mee overweg kan. Muren tussen kerken. Muren tussen, noem maar op, culturen. Jezus kwam naar deze wereld om muren weg te nemen. En als je daarover nadenkt, hij deed dat door zichzelf op te offeren. Hij stierf aan het kruis. En aan het kruis wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen Jood en Griek. Daar vallen de muren weg. Jezus gaf daar zijn leven voor. Als u, als ik geloof in het kruis van de Heer Jezus Christus, zouden wij niet meer in muren mogen denken naar de mensen om ons heen. In de kerk niet, maar ook in de wereld niet. Jezus kwam naar deze wereld om muren af te breken. Hij bracht verzoening met God en hij bracht verzoening met elkaar. Laten we erover nadenken dat elke muur die wij als mens optrekken, de dood van de Heer Jezus heeft gekost aan het kruis. Die Stevenskerk in Nijmegen, dat is een grote kruiskerk. Dat kun je zien op dit plaatje, een kruiskerk. He, u ziet u uh, van bovenaf bekeken, u ziet die pilaren allemaal en u ziet het heel duidelijk, er zit een kruis in. Dat is prachtig hoe ze daar vroeger over nadachten, over de vormgeving van een gebouw. Een kruiskerk. En het opvallende van de Stevenskerk in Nijmegen is dat die, dat die hele brede zijbeuken heeft. Je hebt soms veel smallere kruiskerken. Hè? Dan heb je soms alleen maar het. Uh, het middenschip, zeg maar, maar zonder dat daar. Er... Hier heb je hele brede zijbeuken daarbij. Dat is best opvallend daar zo. En ik denk, als je dit plaatje ziet, dat de kerk van Christus, waar die zich ook bevindt, altijd een kruiskerk behoort te zijn. Altijd een kruiskerk. Als de kerk van Christus geen kruiskerk is, is ze eigenlijk geen kerk. En dan bedoel ik niet de vormgeving van het gebouw, maar u begrijpt, het beeld wat ik mee wil nemen. Het gaat om. Ja, daarom hebben wij maar een heel groot kruis naar boven toe gezet op het gebouw, want verder is het een blok. Maar het gaat erom dat het kruis centraal staat in de kerk. De kerk wordt gevormd aan de voet van het kruis. Wie gelooft in het offer van de Heer Jezus aan het kruis, kan niets anders dan verzoend zijn met God en verzoend zijn met elkaar. Het ene vloeit voort uit het andere. Het zijn de twee balken van het kruis. En rondom dat kruis komen de mensen samen. Jezus brengt mensen bij elkaar die gewend zijn om elkaar te haten, die misschien op straat een bochtje voor elkaar omgaan. Maar rondom het kruis komen mensen bij elkaar en vallen alle verschillen weg. Mensen die me gewend zijn geraakt misschien om buiten de kerk, de kruiskerk bedoel ik dan, buiten de kerk elkaar nog te haten en te vervloeken, vormen één gemeenschap wanneer zij rondom het kruis samenkomen. En precies, dat vond ik erg mooi, hier zo op dit plekje stond de preekstoel in de Stevenskerk. En dat, dat is prachtig, want dat is een strategisch punt. Op het hart van het kruis wordt de boodschap van het Evangelie verkondigd. Daar wordt de boodschap van de verzoening verkondigd. Op het hart van het kruis, waar wij geloven dat Jezus Christus zijn leven gaf voor ons. Daar wordt de boodschap van de verzoening verkondigd. En dat is hoorbaar naar oost, naar west, naar noord en naar zuid. Naar alle kanten. Iedereen die er is, die hoort deze boodschap van de verzoening. Daar, vanuit het centrum van het kruis, daar klinkt de boodschap van de verzoening. Iedereen moet het horen. Jezus Christus is de verzoening met God en met elkaar. In Gods gemeenschap. Daar moeten we het echt hebben van de verkondiging van Gods genade. Volgende week mogen we samen met elkaar het avondmaal gaan vieren. En wat doen we dan? Dan gaan we samen vieren Gods genade. Dan gaan we samen als hele verschillende broers en zussen met een verschillende cultuur en een hele verschillende achtergrond, gaan we samen buigen aan de voet van het kruis. En dan gaan we samen zeggen: Heer Jezus, dat offer van u, van genade, dat is wat ik nodig heb. En dat is wat mijn buurman nodig heeft en mijn buurvrouw nodig heeft, dat is wat we samen nodig hebben. We komen samen rondom de maaltijd van de Heer. Aan het avondmaal wordt Gods genade gedeeld met elkaar. Aan de voet van het kruis wordt elke vijandschap tussen God en mensen en tussen mensen weggenomen en vormt zich een nieuwe gemeenschap. Bij het kruis worden de muren afgebroken. De tussenmuur die scheiding maakte, en die hier genoemd wordt door Paulus, dat was een verwijzing naar de muur die er stond in de tempel. Er was een afscheiding tussen het gedeelte waar de gelovige jood mocht komen en de voorhof waar ook de heidenen mochten komen. En er werd een afscheiding gemaakt. Je, daar mocht je niet voorbij voorbij die muur. En nu zegt Paulus dat die muur is weggenomen. In een kruiskerk daar worden de muren steeds wijder gezet. Daar worden de muren van culturen, van kerkelijke denominaties, van achtergronden ze worden weggenomen. Ik ben zo onder de indruk ook weer en steeds weer opnieuw dat God blijkbaar een beweging aan het, aan het bewerken is, ook hier in deze stad, waarin mensen van totaal verschillende culturele en, en, en denominale achtergronden allemaal bij, bijeen kunnen komen rondom Jezus Christus en de missie van Hem, Zijn plan, Zijn bouwplan voor deze stad. En ik geloof dat dat iets van de Heer is. De genade en de verzoening van God. Is niet voor een selecte club, is niet voorbehouden aan een bepaalde kerk, maar is voor iedereen die hem aanvaarden wil in het geloof in Jezus Christus. Voor iedereen bereikbaar. Dat is de kern van het Evangelie, dat is de boodschap van de kerk. Wie gelooft in het verzoeningsoffer van de Heer Jezus Christus wordt opgenomen in het huisgezin van God. Dan ben je niet meer langer een vreemdeling, maar dan word je een huisgenoot. De Bijbel zegt het zo in vers 19 tot 22: zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de Heiligen en huisgenoten van het geloof, huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Here, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God. In de geest. Zo mooi. Jezus Christus is de hoeksteen. Hij is de belangrijkste steunpilaar van het hele gebouw. In de oosterse bouwkunde, daar is de hoeksteen de centrale steen. Haal je die weg, stort het hele boeltje in elkaar. Als je Jezus Christus uit de kerk van vandaag weghaalt, dan stort het hele gebouw in. Als Jezus niet meer centraal staat in de kerk, als Jezus niet meer centraal staat in onze diensten, als Jezus niet meer centraal staat in het woord wat verkondigd wordt, dan stort de hele kerk in. Je kunt erop wachten en je ziet het gebeuren. En daarom als u het lastig vindt dat het hier steeds over Jezus gaat, ja, dan, dan voelt u nu ook een beetje wat de achtergrond erachter is. Want er is geen ander fundament dan Jezus Christus, waar de kerk van vandaag op gebouwd moet worden. Jezus Christus, Hij is de hoeksteen. Maar, en dat vond ik toch wel mooi in dit gedeelte: dat Paulus dat zegt: ook de apostelen en de profeten zijn het fundament op het fundament van de apostelen en de profeten. Sommige mensen denken dat de woorden van de apostelen en de profeten niet meer gelden. Ze zeggen, ja, we hebben de woorden van Jezus en daar doen we het allemaal verder mee. Wat hij allemaal, dat oude testament, dat heeft helemaal afgedaan, daar hebben we niks meer mee. We zitten nu in een heel andere tijd, we leven in een heel andere bediening, bedeling. Nou, Paulus zegt... Het fundament van de kerk, dat is die eeuwenoude boodschap, dat fundament van de profeten en van de apostelen. Dat is het fundament van de kerk. Als je de profeten en de apostelen niet meer serieus neemt en wat zij gezegd hebben en wat opgeschreven is in de Bijbel, dan zaag je aan de fundamenten van de kerk. En ook dat zie je gebeuren in de vrijzinnige theologie bijvoorbeeld. Ja, de apostel Paulus die kon dat wel zeggen, maar ja, dat was natuurlijk een persoon van zijn tijd en die schreef dat in zijn context. En dat moet je nu allemaal anders zien, want ja, dat was toen voor hem en hij had een beetje een zwaarmoedig karakter en daarom zei hij dat. En ze redeneren heel de boel weg. En je houdt de profeten en de apostelen haal je uit de schrift en je hebt er niks meer uit. En het fundament is weggezaagd uit de kerk en de boel rolt om. De leer die overgeleverd is door de profeten in het Oude Testament, wat is het heerlijk om in die profeten te graven? Leest u ze ook? Er staan zulke rijke beloften in, zulke schitterende dingen, ook over de tijd waarin we juist nu leven. Als u de profetie van Jezaja en van Ezekiel nog nooit gelezen hebt, dan zult u ook niet begrijpen wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt. Maar als u gewoon die profetenis gaat bestuderen, u gaat ze echt eens doorwerken en kijken wat staat er nou eigenlijk. Dan zult u zien dat dat het fundament is van Gods heilshandel door de hele geschiedenis heen en wat de apostelen daaraan toegevoegd hebben. De boodschap van de profeten in het Oude Testament, verkondigd door de apostelen in het Nieuwe Testament. Het zijn de eeuwenoude vaste fundamenten van de kerk van God. Laat niemand denken dat de kerk vandaag op een ander fundament van nieuwe theologische inzichten of zo gebouwd kan worden. Of van nieuwe communicatietechnieken en visies en dergelijke waar Christus verdwijnt en waar de fundamenten niet meer gepredikt worden. De Bijbel zegt in 1 Korinthe 3, vers 11 tot en met 13. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud. Met zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat hij in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Er komt een dag, dan komt alles aan het licht. Wat gewoon stro was, wat hooi was. U weet wel, hoe hoef je maar een vlammetje bij te houden en het schroeit zo weg, weg. Of wat werkelijk een fundament was, wat werkelijk stand houdt. We bouwen de kerk van vandaag op het fundament van apostelen en profeten. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heer. Ik zei al, de belangrijkste steen is Jezus Christus zelf. Hij staat centraal, hij houdt het hele gebouw bijeen. De profeten en de apostelen zijn het fundament en. De gelovigen vormen samen de heilige tempel voor God. Een woonplaats van omgang tussen God en zijn volk. Waar de gemeente samenkomt, daar komt de Heer en vindt er gemeenschap plaats tussen God en mensen. Wonderlijk hè. Ja, dat kun je niet regelen met een gebouw. Maar dat gebeurt waar Christus is. Waar het woord gepredikt wordt, daar worden harten van mensen geraakt. Daar wordt, daar wordt de liefde van de Heer Jezus wordt uitgedeeld. Daar is de werkplaats van de Heilige Geest. Dat wordt de woonplaats van omgang tussen God en zijn volk. Waar wij God aanbidden en hem dienen. Waar we onze geestelijke dankoffers brengen voor hem. Daar is hij in ons midden en daar geeft hij zijn zegen. Dat is zijn kerk. Los van het gebouw waar je in samenkomt, dat kan allemaal prachtig illustratief zijn om uiteindelijk te laten zien wat je inhoudelijk met elkaar wilt delen. Waar het in de inhoud om gaat. Let nog even op dat woordje wat Paulus hier zo gebruikt: verrijst. Het is zo'n zo klein woord, maar het is wel even heel belangrijk. Die tempel van God die verrijst. Dat was wel mooi. Die Stevenskerk in Nijmegen, die is in de loop van de tijd steeds ietsje vergroot. Hij is steeds een stukje uitgebreid. Nou, dat liet die gids ons ook zien. Dan uh, werd er weer een, een aantal meter bijgezet, werd weer een pilaar neergezet en dan werd er een boog gespannen en zo breide die kerk zich uit. Want ja, er kwamen steeds meer mensen, dus er moest er gewoon weer een boogje bijgebouwd worden. Vandaar ook dat die brede zijbeuken zijn ontstaan is vanuit een smalle kerk steeds breder geworden. En dat is ook een heel mooi beeld. Er moet steeds een pilaar bijgezet worden hè? zodat er weer een paar stoelen neergezet kunnen worden, zodat er weer mensen onder de verkondiging van het evangelie kunnen komen. Steeds stukje bij stukje, beetje bij beetje verrijst Gods tempel. Er komen steeds meer mensen bij. Er worden meters toegevoegd. Muren worden verplaatst. Zo groeit Gods kerk. U zou toch niet tevreden zijn als de kerk gewoon op 100 mensen blijft steken en u zegt we hebben het wel gezellig met elkaar. We kennen elkaar allemaal nog en we vinden het allemaal nog zo heerlijk om zo met elkaar om te gaan en uh, ja want wat pietje en je kent jantje en, en en we hebben een goede gezellige sfeer onder elkaar. Nee, de kerk moet niet te groot worden want dan, dan ken je niet elkaar allemaal meer en uh, u voelt wel aan, hè, waar die spanning zit. Zijn we kerk voor onszelf? Of mag de kerk verrijzen? Door de genade en de kracht van de Heer Jezus? Door de kracht van zijn Heilige Geest? Zijn we bereid om te zeggen: we moeten weer een paar meter bij zetten? En daarom moeten we de pilaren verzetten zodat er weer nieuwe mensen onder het gehoor van de boodschap van het evangelie kunnen komen. En dan ben ik bereid om mijn plekje af te staan. Dat is mooi, want iedere keer als die kerk werd uitgebreid, nou dan moet je eens voorstellen wat betekende dat voor die mensen die daar jaar in, jaar uit hadden gezeten op stoeltje nummer 365. U weet wel, vroeger werd dat nog genummerd, want daar had je voor betaald. En dan zat je op dat stoeltje, en ja, dan kwam, dan kwam de, iemand van de leiding van de kerk kwam langs en zei: Meneer, u hebt nu 20 jaar op stoeltje 365 gezeten, maar we gaan uw stoeltje gaan we 20 meter verder zetten. En als we u nou in die zijbeuk zetten, dan kunnen we onze gasten wat dichter bij de preekstoel zetten. Nou, hoe zou dat gaan, denk je? Maar dat is wel waar het om gaat, hè? Zijn we bereid om ons plekje af te staan om anderen weer dichter bij het evangelie te kunnen brengen? zijn we bereid om zelf een offertje te brengen om anderen weer kennis te laten maken met de boodschap van verzoening van het kruis. Zijn we bereid om iets van onszelf los te laten zodat Gods kerk kan verrijzen, kan groeien. De Stevenskerk in Nijmegen die staat in de stijgers. Dat zei ik u, als je daar buiten omloopt dan zie je dat daar stijgers zijn neergezet en er zijn allemaal doeken op die stijgers gehangen. Dat zie je wel vaker hè, bij de restauratie van een gebouw. Allemaal posters hebben ze daarop gehangen. En wat staat er op die posters? Daar staan afbeeldingen van hoe de kerk eruit ziet als straks de stijgers weer weg zijn. Dus daar laten ze plaatjes zien, als je daar rondheen loopt, zo, dat ziet er wel weer heel mooi uit, prachtig zeg, al die bogen en al die gewelven enzovoorts. Straks zal de kerk er weer in volle glorie uitzien. Nu staat hij nog in de stijgers, maar straks zal hij er prachtig uitzien. Weet je, het is zo belangrijk voor u en voor mij om zo af en toe eens even stil te staan bij zo'n plaatje. Als we de kerk in de stijgers zien staan, dan is het zo goed om zo af en toe eens even een stukje afstand te nemen en eens te kijken, oh, maar zo gaat het worden. Zo heeft God zijn plan. Weet u, dat is, een, dat is iets wat me regelmatig overkomt: dat ik dan nu nadenk en dan denk ik: hoe zou de kerk van Christus in Almere eruit zien over tien jaar, twintig jaar? Hoe zal die er dan uitzien? Is de kerk dan verdwenen van de kaart? Of mogen we dan een kerk zien verspreid over deze stad, waar overal gemeenschappen van God's liefde zijn en waar de kerk bloeit en groeit en waarin de wijken liefde van de Heer Jezus zichtbaar mag zijn, waar de naam van de Heer verkondigd mag worden, waar prediking van verzoening mag zijn, waar steeds meer mensen tot geloof komen? Waar droomt u van? Hebt u het plaatje wel op uw netvlies staan? Hoe het wordt? Je kunt natuurlijk naar de stijgers kijken, ja, die zien er niet zo vrij uit. Maar hoe het gaat worden, dat is het plaatje wat ons bezighoudt, waar we het voor doen. Kijkt u wel eens naar die plaatjes? De kerk, zoals God die voor ogen heeft in deze stad. Nou, zo willen we kijken naar die plaatjes van de Heere God, zoals hij ze ons laat zien. En dan zie ik voor me een kerk, die samenkomt op verschillende locaties, daar hebben we een plaatje van, hè? u kent het. En als u heel goed kijkt, dan ziet u dat ik daar toch een beetje een grapje mee gedaan heb. Want ik geloof in de Kerk van Christus, de kruiskerk van Christus, om het maar zo te noemen, voor Almere. Een kerk die verspreid is over verschillende locaties. We moeten wel wat zijbeuken bijbouwen, maar we hebben ook een centrum. En van daaruit kunnen we het een en ander verspreiden en aansturen. Over de hele stad. We geloven in een multiculturele. Dat is niet alleen maar een plat woord hoor. Maar ik geloof echt in een kerk van verschillende culturen. Je kunt natuurlijk een Chinese kerk en een Iraanse kerk en een Nigeriaanse kerk en een... Wat voor kerk dan ook, die kun je allemaal apart zetten. Maar ik geloof in een multiculturele kerk. Dat betekent ook wel dat we respect moeten hebben voor de culturen van elkaar. En dat we niet stiekem gewoon onze eigen cultuur willen opleggen aan een ander. Maar luisteren naar elkaar. Respect hebben voor de culturen van elkaar. Een multiculturele. Ik denk dat God het zo bedoeld heeft aan de voet van het kruis. Maar ik zou ook, en dat is misschien pijnlijk voor een aantal mensen van ons, ook iets verder willen gaan naar een multidenominale kerk. Want ik zie de kracht van broeders en zusters die op een respectvolle manier met elkaar communiceren als iemand uit een winstige gemeente heel respectvol kan communiceren... met iemand uit een gereformeerde gemeente, dan is dat pure winst. Want ze kunnen heel veel leren van elkaar. En op het moment dat de een naar de ander gaat kijken en zegt... ik weet het beter dan jij en ik ben geestelijker dan jou, dan gaat het fout. Maar ik geloof en ik zie daar prachtige voorbeelden van. Dat als mensen leren om naar elkaar te luisteren... en ik heb dat zelf ook zo moeten leren. Luisteren naar de ander, openstaan voor de ander, respectvol zijn naar de ander begrip tonen voor de ander, ook voor de verscheidenheid die er is in cultuur... en te kijken wat is nou wezen en wat is bijzaak. Wat is nou mijn eigen vorm of wat is nou gewoon echt de kern van het evangelie... wat ons samenbindt aan de voet van het kruis. Een multidenominale kerk. En een missionaire kerk. Ik denk als de kerk haar missie verliest... en we gaan het allemaal gezellig hebben onder elkaar... en die valkuil is er gewoon ook onder ons, zo broeders en zusters... Ik, merk, ik hoor ook de geluiden in de wandelgangen. André, het wordt allemaal te groot en het is allemaal te veel. En weet je, André, uh, we moeten het eerst maar eens met elkaar allemaal onder controle krijgen voordat. Ja, maar laten we dan de mensen gewoon buiten verloren gaan? En het is NN. Je zult het zo zien: we bouwen ook in de kerk. Maar ook naar buiten. Zodra de kerk haar missie verliest, sterft ze. Kijk maar wereldwijd is dus een hele mooie gevleugelde uitspraak: de kerk die niet werft, die sterft. En zo is het wel. Dan wordt het teruggang, wordt het afloop. En uiteindelijk kunnen we zeggen: ja, maar we hadden het zo goed met elkaar. Ja, dan mag degene die het laatste er is, die mag nog de sleutel omdraaien van de deur en dan is het afgelopen. Die man, hè, die gids, in, um, in Nijmegen, hij zei: waar komt u vandaan? Tegen Jurine en mij: ja, we komen uit Almere. Oh, dat is een hele nieuwe stad. Heb je daar veel kerken? Nou, een paar. En, uh, nou ja. Komen daar nog veel mensen naar de kerk? Ja, ja er komen wel mensen naar de kerk. Maar wel, bij welke kerk bent u dan? Ja, nou, wij zijn bij een, ja, een beetje een heel aparte kerk. Want daar komen allemaal verschillende mensen bij elkaar uit verschillende geloofsachtergronden. Maar we zijn samen rondom het kruis van de Heer Jezus. Oh, Dat is wel heel bijzonder. Werkt u samen met de katholieken dan? Ik zeg nou, we, hebben geen, ja, we zijn ecumenisch, zo zou je het kunnen noemen. Maar we zijn niet in de ecumenische raad of zo vertegenwoordigd. En we hebben ook niet een pastorsoverleg waarin we samen afspraken maken over de invulling van de liturgie of zo. Nou, hij snapte er allemaal niks meer van. En ik zeg nou, maar het mooie is wel dat ik zie dat mensen in hun hart geraakt worden door de boodschap van Jezus Christus. En dat die naar het woord van God komen luisteren. En dat daar een nieuwe gemeenschap zich vormt. En die gids was even stil. En die zegt, meneer, bij ons sluiten we de kerken. En u gaat er een openen. Ik zeg ja, ze hebben op het ogenblik een probleem. We moeten er een beukje bij bouwen. Dus u gaat een kerk bouwen. En dan besef je gelijk wat een bijzondere genade, want het is genade, hè? dat is niet, oh kijk ons nou eens goed en zo. Dat je betrokken mag zijn bij een plan van God waarin Hij mensen bij elkaar brengt en waar de kerk verrijst, waar de tempel verrijst. Is dat geen genade dat je daarbij betrokken mag zijn? En tegelijkertijd had ik, had ik echt doen ook. Je ziet zo'n hele grote kerk, en ze hadden steeds minder stoelen neergezet, steeds minder stoelen neergezet. En er staat nu nog een handjevol stoelen, net zo in het middenschip. En dan hopen ze dat er nog een groepje mensen zondags komt luisteren. Maar hij zei: Ja, we hebben nu binnenkort een speciaal evenement. Hij zei: Dan hebben we een spiritueel uh, iemand uitgenodigd. En die gaat ons dan vertellen hoe je de innerlijke kracht in jezelf kunt opwerken. Ik zei: Oh. De kerk. Missionair. Omdat het zo nodig is in deze tijd. Verspreid over meerdere locaties, u ziet het. En in dat plaatje, het is startzondag... en dan bent u van mij gewend dat ik ook altijd gewoon even een paar strategische doelen meegeef... waar we de komende tijd aan gaan werken. Het eerste, wat ik u mee wil geven is... wij geloven dat de gemeente in Almere-Buiten... De wijk, zoals die er hier zo is, kan dienen als een stabiele uitvalsbasis voor de bouw van Godskerk in andere wijken in deze stad. Wat we hier geleerd hebben, kunnen we weer doorzetten naar andere wijken toe. En wat we hier ontvangen hebben van de heren, kunnen we weer doorgeven naar andere plekken toe. Het is daarom wel belangrijk om het komende jaar te blijven werken aan een sterk en stabiel leiderschap, hier zo. Goed herderschap in de kerngroepen en een goed onderwijsprogramma waar we ons op het ogenblik volop voor aan het inzetten zijn. Volgende is, we willen werken aan een goede toerusting en een kennisdeling. Een goed bouwproces staat of valt met goede informatie en goede toerusting van de medewerkers... en het de, de delen van de kennis, dat we weten wat ons te doen staat. Nou, u weet, we zijn bezig met de inrichting van een kenniscentrum... en dat gaat het komende jaar ook verder invulling krijgen. Het volgende is... Hoe meer we groeien en uitwaaieren over de stad, hoe meer het belang, belangrijk is dat iedereen een scherp beeld heeft van ons, ik zou het maar zo willen zeggen, de DNA. Want voor je het weet, kunnen we de boodschap van het kruis kwijtraken. Voor je het weet, kunnen we allerlei andere dingen binnenkrijgen die er hier niet horen. We willen graag de kernwaarden van het evangelie heel scherp en heel duidelijk blijven communiceren. Ook vooral met de mensen die leidinggevende taken hebben, zodat het een. Gemeengoed van ons allen is. De kerndoelen, de kernwaarden, daar werken we vanuit, vanuit de schrift. U voelt wel als het fundament van de apostel en de profeten verdwijnt. Als Christus verdwijnt en we gaan met allerlei andere dingen bezig, dan bouwen we het hele huis op zand. We hebben een duidelijke identiteit omschreven, dat weet u. We hebben aangegeven waar we als kerk voor willen staan. Een helder omschreven mission statement. We staan ergens voor en we gaan ergens voor. En dat willen we ook regelmatig communiceren. Het is niet zo dat we een kerk zijn die met alle winden van leer mee willen waaien. En die overal maar ergens het goede uit willen pakken en ergens iedereen aan het woord willen laten. En op een gegeven moment niet meer weten of je nou naar rechts of links moet. We hebben een duidelijke koers en daar willen we graag voor gaan. Vanuit een stabiele thuisbasis willen we mensen ruimte geven om eigen initiatieven in de wijken eh, te kunnen ontplooien. Die gebeuren al in Almere Haven, in Almere Poort, in Almere Noorderplassen. We willen daar ruimte aanbieden, omdat we graag willen kijken welke deuren God opent. He, een van de gevaren is, als we bezig zijn met kerkbouw, dat alle aandacht zo op dat fysieke gebouw gericht wordt, dat we onze missie, en daarom ben ik zo blij dat we eigenlijk de missie al eerder hebben ingezet dan dat we met de bouw bezig zijn. En laten we dat heel goed in balans houden. Gisteren hebben we allemaal hele mooie plaatjes gezien en nu kunt u ze straks ook nog zien. En ik had daar zo nog verschillende gesprekjes over, maar waar het mij om gaat, is die jongen of dat meisje, die man of die vrouw die daar op dat stoeltje zit en die de verkondiging van het evangelie mag horen. Dat is waar het om gaat. En niet om die mooie keuken die erin zit en die mooie hal die erin zit en die mooie entree en die mooie zaal en het is allemaal prachtig, maar het gaat om die ziel van die mens. Die man, die vrouw, die jongen, dat meisje. En ik hoop dat we zo de missie nooit kwijt zullen raken. En dat we ons daarop zullen blijven richten en dat de rest allemaal ondersteunend mag zijn daarvoor. En als laatste, omdat de wegwijzer een sterke groei doormaakt, is het ook wel belangrijk om oog te houden voor elkaar. Dat iedereen in het bouwproces wat mee kan gaan. Natuurlijk, er zullen altijd mensen zijn die zeggen, ja ik zie het allemaal niet zitten en ik kan het ook niet overzien. Dat is ook een proces wat je met elkaar gaat. Maar ik hoop wel dat we zorg en aandacht blijven houden voor elkaar. Dat we elkaar zien als levende stenen. En contact en verbinding met elkaar blijven houden. In de groei van Gods kerk, in het opwassen, in het verrijzen van Gods kerk in deze stad. De kerk in Nijmegen heeft heel wat uh, strijd doorstaan. De kerk in Nijmegen is soms flink beschadigd, verwoest, maar altijd weer waren er mensen die zich verzamelden aan de voet van het kruis om een nieuwe gemeenschap te vormen en zich in te zetten voor de kerk van de toekomst. En ik liep door die kerk, en daar ga ik mij afsluiten, en toen zag ik in een van die zijbeuken zag ik een heel groot bord hangen. En ik stond daar even bij stil. En dat grote bord, dat hing daar ter ere van de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de restauratie van de kerk. En hun namen stonden geschreven, mensen die hun tijd, hun gaven en hun middelen vrijwillig inzetten voor de verrijzenis van dit godsgebouw. Nou, onze gids was een levende getuige dat hij er helemaal gepassioneerd voor ging. Het ah ja, was echt zo mooi. Hij liep, er, loop nog even mee, ik wil je nog wat laten zien. wij werchten die mannen, nog even mee. En ik liep weer naar de andere kant van de kerk. Hij vertelde ontzettend mooie dingen vertelde die ons maar zo gepassioneerd, prachtig was het. Nou, hij zal vast tot een van die honderd vrijwilligers en hij zal misschien ook nog wel eens een lintje krijgen, denk ik. Maar die man die deed dat gewoon helemaal voor niks. Die kreeg daar geen cent voor. Die was vrijwilliger. Het leverde hem geen geld op, maar hij vond het een voorrecht om betrokken te zijn bij de herbouw van dat prachtige monument en het verhaal te vertellen aan de mensen die daar kwamen. En die gids die nam ons mee, dat was een van de laatste dingen die hij ons nog even wilde laten zien. Hij zei, moet meelopen? En toen ging hij naar een grote pilaar en dan kon je zien in die pilaar, daar stonden inscripties, soms een vierkantje of soms een ander, inscripties van degene die die stenen gehouden hadden, van de steenhouwers. En hij zegt, we hebben ze bestudeerd en dezelfde steenhouwers, die zijn we ook in Arnhem tegengekomen en bij de bouw van andere kerken tegengekomen. Die hebben dezelfde inscripties in die stenen, in die pilaren achtergelaten. En zegt, dat is wel mooi, wij weten dus wie er aan deze kerk gebouwd heeft in het verleden. Nou, nu hoef jij geen initialen te gaan kerven ergens in dit gebouw of waar dan ook. Maar daar dacht ik wel over na. Ik dacht, wat, we hoeven ook geen namen te noemen, maar wat zou het toch mooi zijn als de generatie na ons. Als onze jongens en meisjes getrouwd zijn en kinderen hebben. en, en wij zijn opa en oma of zo, of, of nog een generatie verder. Dat ze dan terugkijken, de kerk in Almere, en dat ze dan zeggen toen, in 2014 en 2015. Was er een groepje mensen die hadden niet veel, maar die hadden wel een bewogen hart? En die waren gepassioneerd en die hadden een enorme missie voor ogen voor de kerk van God in deze stad. En daar hebben ze zich voor ingezet. En kijk nu eens wat de resultaten zijn. Wij mogen voortbouwen op wat zij mochten neerzetten voor de kerk van de toekomst, voor de kerk van de komende generatie. U huilt toch niet mee met de wolven in het bos die zeggen dat de kerk afgelopen is? We hebben een uitdaging voor de komende generatie, tot de dag dat Jezus komt. Maar wij mogen bouwen aan de kerk en we mogen iets nalaten voor de toekomst. En ik ben ervan overtuigd dat als we Gods plannen volgen, dat de kerk van God, van Christus in Almere, er over twintig jaar goed voor staat. Want Hij heeft beloofd. Ik heb veel volk in deze stad. Wil je bij die droom betrokken zijn? De Bijbel zegt: op wie u ook medegebouwd wordt tot een woning van God. Vandaag zijn er vrijwilligers nodig. Mensen die zeggen: het hoeft me, ik, ik verdien er niks aan. Het, ik moet er alleen maar aan bijdragen ongeveer. Maar er zijn vrijwilligers nodig, niet voor de stevenskerk, maar voor de levenskerk. De levenskerk van Christus in Almere. Je krijgt er geen geld voor, we zetten je naam niet op een groot bord, maar je mag door jouw inzet iets ongelooflijk belangrijk neerzetten voor de generatie na ons en ook al voor nu. Je dagelijks werk lijkt misschien niet meer op wat stoelen verzetten, zware stenen sjouwen, balken op zijn plek leggen, snoeren uit de knoop halen, een les geven in het onderwijsprogramma of... De kinderen verzorgen in de kinderprogramma's, maar je mag meewerken aan het plan van de grote architect met de kerk van de toekomst. En als jij het komende jaar misschien even moe bent en zegt, jongen jongen, dit vraagt wel veel van me. Dan wil ik je uitnodigen om even mee naar buiten te gaan. En even afstand te nemen. En te kijken naar de kerk in de stijgers en dan die mooie afbeeldingen te zien. Daar zie je hoe Gods tempel, Gods kerk, uiteindelijk zal worden. Een heilige tempel. Een prachtige woonplaats voor de levende God. Is er iets moois om bij betrokken te zijn, wat mij betreft niet. Amen.